Hoi allemaal, vandaag wil ik jullie mijn favorieten van de maand september laten zien. Het zijn er niet superveel, maar ook weer niet heel weinig. En de themakleur is roze, want om een of andere reden zijn bijna al mijn favorieten roze. Om te beginnen met twee producten waar ik al eerder een first impression artikel over schreef. En dat zijn de BB cream en de dagcreme van de L'Oreal Skin Perfection lijn. En ik vind ze echt geweldig. Ik gebruik ze nu, nou ja, wat zal het zijn, ongeveer 3 weken. Dus bijna de hele maand september, zeg maar. En ja, weet je, zelfs de BB cream is nu nog eigenlijk wat te licht voor mijn zonnige bruine huid. Maar het maakt me niks uit, want ik vind hem heel erg fijn. En de Skin Perfection dagcreme heeft gewoon een hele prettige structuur. Hij is ook nog mooi roze van de binnenkant. Roze is mijn lievelingskleur, dus weet je, het kan gewoon niet meer stuk. Ik ben een extra, het glimt. Ja, ik vind het echt hele fijne producten. Ik hoorde dat het serum ook heel goed is. Want het heet, ik zag het op een denk Amerikaanse blog. Of was het een Engelse blog? Weet ik niet meer, maar het heet daar in ieder geval anders. Maar zij had, was echt heel enthousiast over het serum. Dus dat ga ik ook nog halen. Maar deze twee zijn zeker favoriet van september. Dan 2 lipproducten. Nee, laat ik eerst verder gaan met de rest van de huid-haar dingen. Deze kocht ik, zoals jullie misschien hebben gezien, voor mijn verjaardag. Dus dat is 30 augustus. Of eigenlijk kocht ik hem dus 29 augustus, de dag voor mijn verjaardag. En dit is de Victoria's Secret Forever Pink Body Mist. En oh, die vind ik zo lekker ruiken. En ik had dus nog nooit een Victoria's Secret Body Mist gehad. Maar ik hoorde echt zoveel positieve verhalen over dat ik het heel graag wilde. Dus op Schiphol heb ik mijn slag geslagen. En deze ruikt naar Pink Tuberose en Pear. Nou ja, hij ruikt gewoon een beetje naar roze en pear. En ik vind hem echt... Oh... Hij is fris en zoet tegelijk en nou ja, ik spuit hem echt, sowieso, ik gebruik hem niet als parfum. Dus ik gebruik gewoon overdag mijn normale parfum, maar dan 's avonds dan trek ik lekker mijn huispak aan en dan ga ik helemaal los met de ding. Of na het sporten, zeg maar, als ik dan thuis kom of 's ochtends ik ga sporten en nog niet heb gedoucht. En hij gaat echt niet snel op en ik vind hem echt heerlijk. Op Schiphol sla ik vaker mijn slag, denk ik, bij de Victoria's Secret. Dan deze, bijna op. Hij zit nog net niet in mijn opgemaakt video, maar dit is de Batiste Dry Shampoo. En dit is de Extra Extra Large Volume. En die vind ik heel fijn. Ik vind de geur fijn. Ik heb heel veel minis van die Tropical. Maar zo ben ik altijd bang dat er een beest achter me aankomt. En heel erg angst voor wespen. Dus deze ruikt iets minder fruitig. Hij ruikt gewoon prima en de structuur vind ik fijn en hij doet zijn werk goed. En en hij is roze, dus hij past ook heel mooi in mijn thema. Maar daar heb ik hem niet op uitgekozen. Ik vind hem gewoon heel erg fijn. Dan 2 lipproducten. Als eerste de Color Boost van Bourjois. En dit is de kleur Fuchsia Libre. En dat is een hele mooie fuchsia roze kleur. En ik dacht, ja, iedereen zegt dat die dingen zo lang blijven zitten. Dat zal allemaal wel. Maar ze blijven echt heel goed zitten. Dat vind ik heel fijn. En deze, die zijn volgens mij uit het assortiment gegaan. De Essence Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. En dit is de kleur 03 Candy Bar. En ik heb hem dus in een soort aanbiedingbakje bij de Kruidvat gekocht. Maar vind ik ook echt een hele mooie koraal... roze oranje kleur. En ook die blijft heel goed zitten. En vind ik ook heel fijn voor de structuur. Dan deze blush. Die zagen jullie al in mijn herfstlook voorbij komen. En eigenlijk ever since draag ik hem. Hij ziet er een beetje paarsachtig uit. Hij is van Catrice. En dit is de Defining Blush. In de kleur 060 Rosewood Forest. En het is echt een hele... Oogt hij heel paars, maar op je wangen is hij echt, wordt het echt een prachtig, prachtig blosje. En hij heeft geen glans of iets, maar ja, voor de winter echt een super kleur. En ik heb hem sinds september al graag gedragen. En het laatste make-up product is denk ik voor velen van jullie geen verrassing. Want volgens mij is iedereen hier gek op. Dit zijn de
Catrice Liquid Metal Eyeshadows. En degene die ik heel veel heb gedragen in september is de 020 Golden Rose. Golden Roses. En ja, weet je, dit is gewoon... als je wel rosé goud houdt, dan hou je van deze... van deze oogschaduw. Hij glanst super mooi. Ik kan hem gewoon heel mooi combineren. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Het is wat mij betreft echt een prachtige kleur. Dan iets wat ik nog niet zo heel lang heb. Maar ik heb het gekocht van mijn bob.com bonnen van mijn verjaardag. En dat is de Sensation Nail. En ik heb de roze kleur. Ik weet even niet meer hoe die heet. Gekozen, de starters kit, want dat had ik nog niet. En ik heb ze nu 1,5 week op, denk ik. Nou ja, en ik kan wel zeggen dat ik behoorlijk enthousiast ben. Dus ik heb hem niet de hele maand september gebruikt, want ik heb hem dus pas net. Maar ik ben nu al heel erg enthousiast, want het blijft gewoon zitten als een huis. Normaal gaat nagelak bij mij vrij snel chippen. Het verstevigt me naast, want ik heb laatst mijn pink klapte dubbel i de verkeerde kant op. En het ziet er nog uit alsof ik gisteren mijn nagellak heb gedaan. Dus ja, weet je, geweldig. En dit hoort duidelijk bij mijn favorieten. En dan heb ik nog twee niet beauty dingen, maar wel fashion. Namelijk mijn snorhorloge. Want ik vind dit ding zo leuk en ik draag hem zo graag. Naar mijn werk vind ik het af en toe lastig. Want ja, je kan niet in elk overleg met een snorhorloge gaan zitten. Ik weet niet of mensen het opvalt, maar mij zou het dus wel opvallen. Maar ik vind het ding hysterisch. En mijn skater skirt. Want hier ben ik echt super blij mee. Het zit lekker. Ik kan heel veel hoge dingen niet aan omdat het te veel op mijn maag drukt. En dan zwelt mijn buik op. Dat is een heel ander verhaal. Ga ik nog wel een keer vertellen. Maar... deze zit perfect door het ritsje. Er zit geen elastiek in, dus het kan niet, het kan niet knellen, zeg maar. En hij zit heerlijk. En weet je, ik vind echt high-waisted dingen vind ik echt helemaal leuk. Dus deze. Dat waren mijn favorieten van de maand september. Niet heel veel en wel heel veel roze. Dus ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Ik zou het super leuk vinden als je abonnee wil worden op mijn kanaal. Want ik heb het al eerder gezegd, maar ik ben onderweg naar 100. En ik zou het heel leuk vinden als jij een van die 100 bent. Of nummer 101. Het zou ook leuk zijn, 102. Maar goed, ik zou het in ieder geval heel erg leuk vinden als je abonnee wil worden op mijn kanaal. En ik zie jullie snel. Doeg!